Hallo, ik ben Sieve. Ik ben vandaag reporter. Ja. Goedendag, meneer. Goedendag. Goedendag, meneer de minister. Wat die moet je hebben, dat is iemand die veel over het onderwijs weet. Ja, het ik zou eigenlijk weten of u een paar tips voor mij heeft. Ik denk dat je op voorhand heel goed moet weten waarover het gaat. Het onderwijs is heel ingewikkeld, onderwijshervorming. Dus moet je goed de kranten lezen, de tijdschriften lezen. Ook op het internet natuurlijk, blogs, de sites. Dus op voorhand moet je je onderwerp goed kennen. En dan moet je heel goed luisteren wat er in het debat wordt gezegd. Ik ga ook straks Pascal Smet interviewen, de minister van het Onderwijs. Hebt u een paar tips? Is vlot met de antwoorden? Is moeilijk om te interviewen? Ja, hij is moeilijk om te interviewen. Ja. Niet omdat hij niet wil antwoorden, maar hij begint. En dat is als een sneltrein. Hij stopt niet. En het kan zijn dat je denkt van, ah ja, maar daar heeft hij iets gezegd. Ik wil daar verder iets over vragen. Maar eer dat je de kans krijgt, dan ben je soms al 2 of 3 minuten verder. Dus je moet hem kunnen onderbreken. Ik ben een journalist. Journalist voor 1 dag. Echt waar? Zat u dan maar eens? Wat vindt u eigenlijk de dag van vandaag van het onderwijs? Wel, ik vind toch wel dat er een aantal zaken beter kunnen in het Vlaamse onderwijs. We scoren zeer goed op vlak van prestaties in wiskunde en lezen en zo. Maar er zijn een aantal dingen die haperen. Zo weten jongeren niet altijd vaak wat gekozen, wat ze moeten doen. Ze kiezen niet altijd op vlak van interesses of talenten. Er zijn in het secundair onderwijs veel te veel studierichtingen. Er zijn er meer dan 300. Een kat vindt haar jongen niet meer. En vandaag heb je ASO, TSO, BSO. En je zult het misschien ook al gehoord hebben dat mensen ASO beter vinden dan TSO, TSO beter vinden dan BSO. En KSO vinden ze voor de specialetjes. En eigenlijk is dat toch niet goed, want we hebben iedereen nodig. Ik ben een journalist. Voor 1 dag wel. Een reportage voor de VRT. Zomaar saaie boelen. Ze zijn gewoon van met computers om te gaan. In de klas zie je van die traditionele manier van lesgeven. Leerlingen vinden dat niet meer zo interessant. Ze hebben het moeilijker om wat geboeid te blijven. Dus ze moeten veel meer kunnen inspelen op de leefwereld van kinderen en jongeren ook. Ik vind het heel belangrijk dat alle leerlingen op het vlak van ICT bijvoorbeeld voldoende mee zijn. We stellen vast dat scholen op deze moment nog niet voldoende zijn uitgerust met computers en met alle moderne media. We hebben in Vlaanderen veel te weinig jonge mensen die wetenschappen en techniek studeren. Een oplossing daarvoor is dat we zeggen, we gaan in de lagere school ook al wetenschappen en techniek geven. Jonge kinderen, ik neem aan dat je graag zou weten hoe elektriciteit werkt, hoe een lift kan gebouwd worden en zo. Meneer Sieben, weet je toevallig waar het toilet is? Jongen, er is er één. Makkelijk gewoon recht naar beneden, trap volgen. Helemaal tot beneden en dan is er daar een halletje. Dan ga je erdoor en dan ga je de wc naar binnen. Ik ga altijd naar daar. Oh ja, zal ik dat. En dat is het simpelste, gewoon rechtdoor naar beneden. Er zijn eigenlijk toch wel een aantal jaar verloren gegaan wat ons betreft. Een aantal dingen zijn echt verkeerd aangepakt volgens ons en daardoor is de minister heeft eigenlijk niet de vooruitgang geboekt die hij had moeten boeken. En dat is jammer, vooral voor jullie, voor de leerlingen. We zijn er al volop mee bezig, dat gaat de komende maanden sneller uitgerold worden. En ik verwacht dat in 2016 bijvoorbeeld het onderscheid tussen ASO, TSO, BSO zal vervangen worden. En alle scholen moeten meedoen, maar de volledige hervorming, dat zal toch een tiental jaren vergen, omdat dat heel veel werk is. En ook omdat we vinden dat je niet met kinderen mag experimenteren. Ik wil nog veel geluk met de hervorming. Dankjewel, we gaan er hard voor werken. Ja. Want weet je waarom we dat doen? Voor mij. Allee, uiteraard. Ik heb dat goed begrepen. Kijk ze, het is allemaal voor jou. Ja. Tot ziens. Dag. Schitterend, hè?